Precies. We zijn nu bij mijn moeder aangekomen. Goedemorgen trouwens, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is de dag dat mijn oma jarig is. En jouw oma. En haar moeder, die tegenover mij zit. Mijn moeder gaat mijn oma straks kidnappen. Heb je er zin in? Yep. Ja? Vind je het spannend? Nee, dat niet, maar ik ben gewoon benieuwd naar oma's reactie. Echt, hè? Jij, mama? Ja. Vind je het spannend? Nou, niet spannend, gezellig. Dus de eerste keer dat ze echt een surprise party gaan geven aan oma. Ja, want meestal is het zo daar een hapje eten, even met een paar hapjes op tafel en zo. Nu is het even anders, ja. Ik heb er ook heel veel zin in. Oh ja, dit is een afleiding, een soort van voor oma, dat het is een soort van iets dat oma er meer in gelooft dat het echt niet zo is en dat we gewoon een hapje gaan eten. Omdat Robin en Iwan en zo. Die zijn gisteren natuurlijk ja, geweest. Ja, die zijn gisteren geweest. Nou ja, we geven dus inderdaad een surprise party aan mijn oma. En mijn moeder die gaat mijn oma straks meenemen voor gewoon even gezellig om te brunchen, toch? Ja, een beetje bij de showgo en zo. Ja, dus oma denkt gewoon dat ze met mijn zusje en met mijn moeder gaat. En dat John en ik niet kunnen, dat Luc niet kan. En dat mijn oom en tante en mijn neefje en nichtje, die zijn gisteren eigenlijk al geweest. Die zijn gisteren geweest, voordat het niet opvalt, omdat mijn moeder zeg maar mijn oma meeneemt. Dus het is, er is een heel plan, zeg maar, om mijn oma vandaag te verrassen. Dat we in één keer met de hele familie bij elkaar zijn. En dan gaan we bowlen en een hapje eten. Dus John is op dit moment eventjes aan het douchen. Pippi! Hallo! Dus John is nu op dit moment aan het douchen. En ik ga daarna douchen. Want het is zondag en je smaakt kunnen dan op dat moment nergens douchen. En ik heb gisteren een kerstpakket gekregen. Ook veel gelijk, mama. Ik wil hem heel graag laten zien. Ik ben echt heel blij mee. Er zat allereerst een chocoladeletter bij. Maar die heb John en ik toen ik thuis kwam eigenlijk gelijk opgegeten. Wauw. Het was echt een hele dikke chocoladeletter met karamelblokjes eroverheen. Ideaal. Dan hebben we dit kaartje. Een heel mooi kaartje. Met bedankt. Met goud waard. Fijne feestdag en een gelukkig nieuwjaar. En dan een persoonlijke tekst. En Sinzie. Mooi. Heel mooi. Bizar, hè? Heel mooi. Echt bizar. Wauw. Heel leuk. Ja. Ik moet hem even zo goed laten zien op beeld, maar het is echt... Ja, waarom heb je hem nog niet op dan? Omdat ik hem graag in de video even wilde uitpakken. Want ik had hem gisteravond, toen ik thuis kwam naar mijn werk, hebben we niet meer gefilmd. En ik was te nieuwsgierig. Dus heb ik alle meiden hetzelfde? Weet ik niet. Maar zo zat hij dan, zeg maar. Leuk, mooi hoor. Hij is echt heel mooi, ja. Hij is echt verschrikkelijk mooi. Ja. Ik ga John even helpen. Wat gaan we doen, Sanne, vandaag? Bowlen en eten. Waarom? Omdat oma jarig is. En weet oma ervan? Nee. Het is een verrassing. Yep. Oh. Verrassingfeest. Leuk. Heb je alles al uitgelegd? Oh, sorry. Mijn naam is Corrie. Ik ben even de UFC aan het kijken. Dat is MMA, dat is een vechtsport. Hier achter mij zit ik naast een bowlingbaanveld eigenlijk al. Manuela is eventjes een video aan het bewerken. Wij zijn als eerste aangekomen. Dat is voordeel van het mobiel huis rijden hierheen. Ja, je hebt alles mee. En we zijn hier van eigenlijk aan het werk al. De rest komt hier zo meteen dus heen. En dan gaan we de verrassing voor oma beginnen. Ik ben benieuwd hoe ze gaat reageren. We gaan het natuurlijk allemaal filmen. Ja, dus het wordt sowieso super leuk, super gezellig. Super lekker eten. Maar ja, we moeten dus even wachten. En ik volg dus kickboksen en MMA volg ik eigenlijk altijd. Het zijn de enige sporten die ik eigenlijk kijk. Voetbal kijk ik niet, Formule 1 niet, huurin, dat kijk ik allemaal niet. Vind ik allemaal niet leuk, tennis ook niet. Dus ik kijk vechtsport eigenlijk. En dat is in Amerika, in Las Vegas wordt dat vaak gehouden. En dat is dus meestal, begint om 2 uur 's nachts. Dus dan kijk ik het altijd de volgende dag even terug. Dat ben ik dus nu aan het doen. Maar je ziet het, je kan hier best wel veel doen. Je kan hier gewoon tafel, tennis, je kan dus bowlen, je hebt dus een bowlveld. En je kan dus vanaf hier een beetje kijken, dat is op zich ook wel leuk. Bij de gaat er een, hoppa. Dan kan je curlingen, er zijn mensen hier aan het curlen. Dan kan je airhockey. Daar heb je nog allemaal flippenkasten, naast hebben we nog een skatebaan. Misschien dat ik daar zo meteen even naartoe loop. Voor nu ga ik eens even lekker kijken, zijn we gewoon lekker aan het wachten. Ik zal eens één curling voor je wachten. Kijk, het is gewoon met een soort wieletjes. De familie is zojuist net aangekomen. We gaan nu zo naar naartoe. Fiede is nog aangekomen aan het redden. We hebben hem nog niet helemaal kunnen controleren, maar hij is goed zo. John heeft hem dit keer geëdit, de dakraamvideo, dus dat is leuk. En die gaan we alleen later op de dag van vandaag posten.
eerste. De familie is aangekomen en we gaan erheen. Jo. IJsselaar. We waren net op tijd al, hoor. Oh. Ik had net mijn camera aan. Het scheelde niks. Ja? Ik moest nog scherp stellen alles. But there is oma. En de kleine is er ook. Spelen en dit gaat er altijd heftig aan toe. Let's go! 3, 2, 1. Oh, kijk! Wat, kijk. Wat is dit? Wat doe jij? Dan moet je terug en dan vooruit. Het gaat werken! Yes! Oh, huh? Ik val in water! Deze voetbaltafel groot is. Hey! 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 1-0! Hoi! Oh. Klimmen, draak! Ja! Ja, maar we gaan het vertellen, lieverd. Ja, we zitten nu aan tafel, we gaan zo eten. Hij staat nu.